Specialist Conceptor Apeldoorn, daar zijn we weer. Aanstaande morgen, ja morgen, morgen vroeg stappen we op vliegtuig richting Chili. De Trans Andes Challenge 2014. 2011 heb ik hem ook gedaan, samen met collega-medewerker Gerrit van den Broek. Die brak toen in zijn tweede etappe een sleutelbeen. Heel erg verdrietig was die beste man. En we hebben daar nog een rekening lopen, dus we willen nog even wat prijsjes weer wegkapen. Dus we gaan toch weer op het vliegveld, op het vliegtuig. En morgen New York, Santiago en dan komen we mooi in Temuco, Chili aan. En dan ga ik toch op dit apparaat fietsen. Ik heb hem al geïntroduceerd een tijdje geleden. Maar ik heb er nu 2 keer mee gereden en hier zit, dit is de S-Works Epic World Cup uitvoering. 1x11, dus je hoort het goed, 1x11 versnellingen. 11 versnellingen dus. Het mooie is dat je kan kiezen uit verschillende grootte voorhandwielen. Dus je kunt alles afstemmen op jouw benen, op de omgeving. Maar het meest belangrijke is eigenlijk de fiets. Wat is er veranderd met betrekking tot World Cup? De geometrie is veranderd. Een kortere achtervork, daardoor klimt hij beter. En dat is gewoon te merken. Hij kleeft met het achterwiel aan de grond. De steilere zit, of de zeilere bal of buis, zorgt dat hij gewoon wendbaarder is. Qua houding verandert er niks, want ik heb mijn eigen houding. Maar de fiets is gewoon fors en fors beter dan het afgelopen model. Doordat hij wat korter is hij ook wat makkelijker het voorbeeld op te tillen over obstakels heen. Dus ja, ik heb er alle vertrouwen in dat dit ding tot een succes gaat maken daar. Zoals je ziet heb ik op het stuur een camera zitten. En nee, het is geen GoPro, het is een Rollei. En Rollei is een zeer groot cameramerk die fantastische camera's maakt. Heel hoogwaardige kwaliteit. En die zijn ook in dit segment gedoken. Nou, ik heb er eentje op stuur gezet met een afstandsbediening. Dus ik heb 3 knopjes, zoals u ziet, op het stuur die ik heel makkelijk kan bedienen. Aanzetten, uitzetten of een foto maken onderweg. Nou, ik hoop elke dag iets te kunnen posten op mijn eigen Facebook-site. Een verhaaltje, filmpje, foto's. Via YouTube, onze eigen site. Dus we werken eraan. Ik hoop dat we goede verbinding hebben. Dan komt het allemaal wel goed. En ik wens de overige deelnemers daar heel veel succes. Maar jongens, dat gaat goed komen. Want 35 graden, 6 dagen fietsen, dat kan dan niet misgaan. Dan wel. Dus ja, morgen zit ik in het vliegtuig. Maar toch zul je verhalen en filmpjes zien verschijnen. We zijn de 29e terug februari. Dus het duurt ongeveer januari. We zijn 12 dagen onderweg. Intussen zal onze marketingman Reinoud Lenten zal zorgen dat spulletjes op de website komen. Dus ik geloof er helemaal in. Dan wil ik even zeggen, 19 januari is de toertocht van Adelaar. Onze wielrenvereniging. Dus als je nog de bos in wilt, dan kun je heel leuk deelnemen. Ik zou zeggen, tot februari. Groetjes.